Welkom, we zijn er weer live vanuit deze locatie. We gaan praten over de oorzaken en de effecten van de stijgende koers die wij dus dan nu zien. Vorige week spraken wij nog over 32 zoveel voor de euro. Nu zitten wij op 33,50 voor een euro. Bij de US dollar is het op dit moment 30,50. Dus we zien wel een stijging voor wat de wisselkoers betreft. Wat is de oorzaak? Wat kunnen de effecten zijn? En natuurlijk nemen we ook de actuele zaken mee in deze live uitzending. Wanneer we bij econoom Winston Ramotar Singh zitten voor verhaal. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het uitstekend. Prima. Dus ik dacht... Hij waren wel, ja, maar voor de rest gaat het goed. Heeft u al, 7 maanden voor de verkiezing, heeft u al besloten waar u zich gaat aansluiten? Ik dacht dat je voor economische zaken kwam. Nee, er zijn allerlei mooie combinaties van allerlei mensen met een slecht verleden die bij elkaar gaan zitten en combinaties vormen. Ik denk dat het makkelijker maakt voor alternatieve partijen die wel integer zijn en die wel kundig zijn en wel de belangen van die bevolking voorop willen stellen, dat die zich dan makkelijker kunnen onderscheiden. Als al die schurken bij elkaar gaan zitten, dan kan je best makkelijker een alternatief vormen. Maar wat ik zie, hè, op het veld is dat de grote partijen met hun tjugu, met hun franja, ze drukken echt de kleine partijen weg. Wie praat nog over een DA91 zo makkelijk of een A20 of een doel? Ze zijn constant in de media en drukken die groepen weg. Ja, maar dat, je bent er zelf bij. Je noemt een paar namen van partijen. Mm. Ik vind dat ze onvoldoende hun best doen om in de media te komen en zich te onderscheiden. Zodat de bevolking kan herkennen dat daar een beter alternatief ligt. Dan door te gaan op die oude voet die ons van crisis naar crisis brengt. Mm-hmm. Wanneer die mensen je nodig hebben, dan komen ze tot aan huis om je steun te vragen. Ze brengen allerlei mooie dingen voor je, paraplu's, vlaggen. Basiskaarten en zo. Maar op het moment dat ik de man heb gekozen, de man reizen de wereld rond, dan vergiet die afvolk. Afvolk moest man zien van de Doro. Dus ik denk dat we wezenlijk een nieuw ding moeten gaan zoeken. Het komt niet uit de verf, ik ben met je eens. Yeah. Die partijen komen niet uit de verf. En ook die bundeling blijft te lang uit. Ik wacht nog steeds op een echte, serieuze bundeling, waardoor de bevolking een werkelijk alternatief heeft. Ja, maar gisteren hebben we een bundeling gezien. Als er 10 kleine partijen zich aandienen, ook al zouden ze alle 10 goed zijn, op wie moet je stemmen? Ja, dus dat. Maar als ze een minimum programma kunnen maken van samenwerking, een minimum programma, hoor, hoeft niet op alle punten eens te zijn om een goed beleid te kunnen maken. Als je een minimum programma kan afspreken met elkaar en één lijst kan maken, dan kan het volk echt, dan heeft het volk echt keuze. Ja, maar ik probeerde u uit te leggen daarnet van, u praat over bundelingen. Een bundeling, gisteren hebben we eentje gehad. Ja, maar dat is een opportunistische bundeling, alleen maar om de pot te verdelen. Om aan de macht te komen en de pot te kunnen verdelen onderling. Deze mensen hebben een verleden, we kennen ze allemaal. En het is geen vrij verleden. Deze mensen hebben nooit voor ons gewerkt. U bent niet onder de indruk? Als ik die namen zo zie, nee, absoluut niet. Maar goed, we gaan naar economische zaken. Ik wil met u praten over de wisselkoers en natuurlijk ook de douanekoers. We zien die trend toch, van een soort van stijging. De vraag is, wat zijn de onderliggende factoren die de recente stijging van de wisselkoers en douanekoers veroorzaken? Wat denk u dat ze kunnen zijn? Een aantal factoren is natuurlijk moeilijk om te zeggen, het ligt daaraan. Als je een zwevende wisselkoers hebt, wil zeggen dat, en we hebben een kleine economie, een klein beetje extra dollars op de markt drukt die koers omlaag. Mm-hmm. En een klein beetje schaarste, dus een klein beetje meer vraag naar importproducten, dus dollars of euro's, kan hem weer omhoog drukken. We zien dat wel een stijgende trend, dat klopt, nadat we eerst een dalende trend hadden gezien. Het baart inderdaad zorgen, omdat het gaat niet om een hoge of een lage koers. Het gaat vooral om een stabiele koers. Dus die hebben door een 29 mitaki aan om sakamoren, want anders de exporteur voelen we dit in een film. Ja. Want zij verdienen dollars. En als ze tegen 29 moeten inwisselen,
komen ze misschien niet uit hun kosten. Mm-hmm. En als je niet uit je kosten komt, ga je niet meer exporteren. En dan gaan we niet meer produceren voor de export. Ja. En dan gaan we minder dollars hebben. Dus de akkoord is tegenbakken. Dus hij moet niet te laag gaan. Maar hij moet ook niet weer omhoog gaan. Dus hij moet stabiel blijven. En dat hebben deze, maar ik moet netjes blijven, deze bestuurders van ons, kunnen dat niet. Om een evenwichtig beleid te hebben. Waardoor als er een lichte trend omhoog is, dat ze door interventie, door lichte bijsturing, maatregelen, dat ze dat kunnen afvlakken en hem redelijk stabiel kunnen houden. Ja. Ik maak me zorgen, ja. Ja, ja. Maar de minister van Financiën die geeft aan dat er geen monetaire of fiscale redenen zijn voor die stijging. Ja, maar u bent een van de weinigen die nog geloof hecht aan de woorden van de minister. Deze minister is de mooi weer profeet. Hij voorspelt elke dag mooi weer. Maar het mooie weer komt er maar niet. Hij voorspelt elke dag hoe goed we het gaan hebben. En hij bedankt ons allemaal voor de offers die we hebben gebracht. Maar hij verlicht die offers niet. We blijven, ook al is die inflatie veel lager dan vorig jaar. Het blijft inflatie, het blijft prijsstijging. En het blijft verarming voor ons. Mm-hmm. Dus was dat zeggen dat 5%... En nog een prestatie, dat betekent dat we 5% meer moeten betalen voor de goederen en de diensten die we gebruiken elke dag. Ja. Dus Amoesguar 0%, oké, dat is in geen enkel land zo. Maar in de meeste landen is het 2%, 3%, dat worden 3%, dan heb je geen knorroekba. Dus dan heb je 13, 15, 20%, dan heb je breedikba. Terwijl jouw job is om hem terug te brengen naar bijna nul. Ja. Maar speculatie. Met name dat je marktpsychologie. Als aan die play een rol na stijging van koers? Het kan play, met name omdat de verkiezingen in aantocht zijn. Maar men verwacht dat men meer SRD op de markt gaat gooien. Het kan play, minus effect thing. Maar ik denk dat hier, ja, ik weet het niet. Ik denk dat hier mee te maken heeft dat er december aankopen. Mm. Dat men meer containers moest betalen voor de import. Dat het even tijdelijk ding is. Ik hoop niet dat het structureel is, want we hebben er geen belang bij dat die koers gaat stijgen. Absoluut niet. Ja, ja. Maar daarvoor moet je zorgen dat er dollars beschikbaar zijn. Er komen dollars binnen en de overheid wisselt dollars om de begroting te dekken. Een groot deel van de IMF-lening, die nieuwe zoveel 60 miljoen, was voor de minister van Financiën. Amai Broca Adala, die dollar komt op de markt. Dus het zou eigenlijk niet mogen stijgen. Maar ik denk dat er weinig vertrouwen is in deze regering. En daarom beginnen te stijgen dus? Ja, ik denk dat men anticipeert dat we na de verkiezingen weer een nieuwe crisis gaan krijgen. Ja. En dat men, maar dringt er is niet wat deze keer. Maar hoe funest kan dat zijn voor de samenleving? Ik kan het moeilijk voorspellen. Ik denk dat die mannen vlak voor de verkiezingen behoorlijk gaan bossen. Want het gaat om aan de macht. Monololo. Money o lolo en money o creëer, voor lolo. En daardoor akkoord voor wakker kan de. En bakken verkiezingen helemaal. Behalve dat het een koehandel wordt om in de regering te komen, gaat het volk gaat waarschijnlijk niet vrolijk worden van de verkiezingsuitslag. Tenminste, even een biggie change nog komen, want ik blijf hopen op een serieus alternatief in het middenveld. Ja. Een stevig, credible middenblok met een minimum beleidsprogramma dat vertrouwen kan winnen bij het volk. Dat zowel economische opbouw gegarandeerd als sociaal rechtvaardig is. Dat is uitgebleven de afgelopen 4 jaar. Het is alleen maar verarming en verarming en verarming geworden. Alle mooie verhalen over koopkrachtversterking. Mm. Het was altijd koopkrachtverlaging. En een doekje voor het bloeden, omdat we zakken in welvaart. Ik gebruik altijd het voorbeeld Osaka met 18,6% aan BBP voor Osaka in 2020-2021. Dan doe ik kring naar 2,4%, 2,5%. De bevolking kring naar 1,3% netto. Dus eigenlijk weer groen naar 1,2% per jaar. En na het tempo, die zie ik ook met jaar, ik tik voor zo'n door het op een niveau. We halen 18% in. Mogelijk 10 jaar, we moeten wachten. Dus, voor merk een welvaart zou bij Abi, die boter zo pora play, ze hadden maar een stik over. Een welvaart zou bij Abi op een moment dat hij, oh, ik moet ook 10 jaar. Dan een tempo voor de man die ziet. De man zei dan vrede, de man zei dan lee, de man zei dan vieren feest. En dan mij vertelde hij, het is in ons belang dat zij feest vieren in het buitenland.
En we zien hoe neemt je de vrok toe voor de zani? Dat is niet. Nee, en niet leuk. Het kan me voorstellen dat de bevolking geïrriteerd raakt, hoor. Het is echt een leugenmachine geworden. Politiek is verworven tot streling contest. Want ik hoor die president zeggen, we lossen schulden af. Dan ben ik naar het bureau voor de staatsschuld. Dan mis je dat een buitenlandse schuld kreeg in de voorjaar. Er kreeg dan moeilijk 600 miljoen US dollar. Dat pay los af dan. Zoek maar je los af. Je hebt alles vooruitgeschoven, je hebt niks opgelost. Ik zie de SRD-schuld, dus die binnenlandse schuld, mm-hmm. zie ik met meer dan 10 miljard stegen. De P los af, zoek maar je los af, OT los af. Mm. Die leugen die ze mannen constant blijven herhalen, dat siert een president niet. Dat yeah. siert een minister van Financiën niet. Ja, maar naar de verkiezingen toe zullen we moeilijke momenten krijgen, zie ik zo, als u zegt van de mouwbos moet niet, men gaat proberen. Nee, kijk, ik ben geen helderziende, maar de ervaring bij elke verkiezing in het verleden mm-hmm. heeft altijd een kleine, omtjebroei naar economie gebracht. Ja. Zelfs onder Hildenberg in 2010, ja. Hildenberg heeft overbesteed, datzelfde Matakama bij Oefenstijl schuldenplafond in 2010. Dus zelf onder de NPS. Toen mevrouw Boudetou in 2010 minister werd van Financiën, het eerste wat ze moest doen was devalueren. Die koers van 2,80 was niet meer houdbaar toen ze naar 3,20 of zo ja, gebracht. Ja. Het eerste wat ze moest doen om die economie weer, die de NPS scheef getrokken had op het laatst, want daarvoor hadden ze keurig beleid gevoerd. Maar op het laatst, de man begon winverkiezing, ze zagen de bui al hangen. De man bos money. De man begin bos aan money en dat was fout. Dus ook zij willen aan de macht blijven. En nu willen ze weer aan de macht komen. Lijkt alsof ze wel zullen komen, want ze zijn de my move. Ik kan move, maar het zijn echt opportunistische bundelingen. Niet om dit beter beleid te hebben. Ja. Niet om dit volk meer te laten genieten van de hulpbronnen die dat land heeft. Ja. Het is echt voor zichzelf. Ja, ja. Er is een verband tussen de koers en de douanekoers, toch? Laatst heb ik nog een bericht gezien van de douanekoers is gestegen. Hoe beïnvloedt de stijging van de douanekoers direct de prijzen van geïmporteerde goederen bijvoorbeeld? En in welke mate zal dit doorsuipelen naar de consument? Ja, dus dat is het vervelende is dat als die koers stijgt voor iedereen, stijgt het niet alleen voor de inkopen uit het buitenland, ja. maar ook voor de rechten die die importeur moet betalen aan de staat. Mm-hmm. Sorry hoor. Ja. Dus ook voor die invoerrechten en later voor alle BTW. En het verhoogt in ieder geval de prijs waarmee dat product binnenkomt en alles werkt door. Dus het gaat natuurlijk wel een inflator effect hebben. Mm-hmm. Maar het is op dit moment nog niet alarmerend. Dus niet okay. Ik wil het niet afzwakken hoor, absoluut niet. Mm-hmm. Ja, ja. Het is een slechte ontwikkeling. Je bagatelliseert. Ja, noem je nou gebruik de moeilijkte. Nee, maar meneer onderschat dat effect, ja. maar het is nog niet alarmerend. Een paar procent koersstijging kan geabsorbeerd worden. De handel moet meewerken natuurlijk, mm-hmm. zodat het volk niet weer prijsstijgingen. Want we waren al langzaam, in ieder geval wat levensmiddelen betreft, zagen we al een dalende trend van prijzen. Wat het geheel van prijzen van goederen en diensten, hadden we nog steeds inflatie. Maar op het punt van levensmiddelen was er al een kleine deflatie, ja. 0,1% in juli. Mm-hmm. Dat berekent ABS wel adequaat. Dus hoe weet je wel, ligt die stijging? Ja. Daling kebab, nu ook krimbakken. Jammer. Na koers nu ook krimbakken. Ja, dus, en ondanks het feit, dus de koers kring, ondanks het feit dat we nu onvoorstelbaar veel geld verdienen uit de goudsector. Onvoorstelbaar veel geld. Een goedprijs steeg. 1800 die dan maar stik over. Rond de 1800 abide. En dan ook bijna 2600. Mm. Die ASM gram goud. We kiezen 2600. Het kostte nauwelijks stijgen. Het kost prijs. Dit 1200 of zo. Nou, winst hadden mijn Mickey. Ja, extra winst. Money Mickey. Daar kon je naar kondre. Maar ik niet zelf dat ik dat mij doen aan money. U moet het weten, u bent econoom. Maar je ziet het, de mensen hebben, die mensen die gerelateerd zijn aan de klein goud mijnbouw, die hebben veel koopkracht. Zij hebben geen last. Alleen het is een kleine groep. Ja, maar de regering krijgt wat inkomsten. Ja, maar de regering krijgt uit de klein goud mijnbouw maar 5,5%. De man, pot een herstelprogramma. De man, we zijn goed op weg om een herstelprogramma uit te voeren.
Maar ze voeren niet zo uit niet wat ze in zeggen. De buurt van 7, zoveel zo moet 7,5 moeten ja. worden. DNA heeft gezegd, je moet naar 7,5 brengen. Ja, ja. Weet ik nog. De regering weigert, de man stopt naar 5,5. Dus dat want dat je laat geld liggen, de mensen die zo gratis geld erbij verdienen, de boeren ook een trang in het veld, maar ze krijgen nu een extraatje. Mm-hmm. Ik denk maar praten extraatje naar de bevolking toch? Ik heb ook goja 7,5 toch? Precies, maar dat wat houdt die regering tegen om dat te doen? Ik denk belangen. Ik weet dat het belangen zijn. en iedereen kijkt dan naar meneer Brunswijk of naar de ABOP, maar de VAP heeft ook belangen in de grootsector. Dus het gaat om die twee, dat hoor je die niet twee vaak. Partijen. Nee, ik ken ze. Grote belangen hebben ze in de grootsector? Ja. Dit is naar Brunswijk, waar je Tjaraning? Tjaraning, terecht. Want Amai, een big visie. En amai, een pijpbelasting, dat weet ik ook. Van de informatie van de Belastingdienst. Ik geloof hij 17 jaar achter met belasting betalen. En nou, man, was er dat allemaal. Maar u zegt, de VAP heeft ook heel wat grote belangen. Ja. In de grootsector. Van financierders van de partij. Dus niet bestuurders, maar financierders. Oké. Okay. Maar ik weet niet als de regering maatregelen aan het treffen is om dus dan deze stijging te beteugelen. Maar zijn er wel wat zaken die ze kunnen doen om de stijging te beteugelen? Denk je? Aan beleid? Ja, dus dat kan een beetje een deel uit de samenleving. Dat je meer geld hebt om te besteden. Met name meer valuta om te besteden. Als overheid. Waardoor je die sociale dingen, weet ik over gezondheidszorg, weet ik over onderwijs. Schade zou je richten aan nu. Is onvoorstelbaar. Het gaat nog tientallen jaren doorwerken. Dus je moet meer verdienen. Meer uit die samenleving halen. Maar dan wel bij diegenen die het verdienen. Nog op Queensland poer uit de gewone arbeider. Dat heb je nog een goede keer. Dat heb bijna niks meer te halen. Ja, ja. Dus if je opa, maar kan opa benzineprijs, kan opa BTW. Mm-hmm. Anytime that my doing. Vroeger moest je naar het parlement gaan als je belasting verhoogde. Maar tegenwoordig, maar, gewoon overnight dat mij beslist dat ik government take verhoog. Dus en laat dat verhoog bakken. Verhoog bakken. En ze gaan het weer doen omdat ze geld nodig hebben om te. Want van IMF mogen ze geen nieuw geld creëren. Ja. We mogen niet monetair financieren. Dat is een poer, het rapport is. Het grootste deel is gekomen uit lenen. Dat mijn leni maar dat kan tappen olo. Maar op een gegeven moment is het nog maar alleen maar. Ja. Ja, maar economische ongelijkheid in Suriname is dat allemaal. Ik vergroot naar een soort sani, die ziet ook. Ik koers op leni, alle soort sani. Nou, een zorgpunt noemen we die economische ongelijkheid? Ja, ja, zeker. Kijk, niet dat die mensen met een hoger inkomen, dat ze minder voelen. Nee, sorry, dat ze minder last hebben. Ze hebben evenveel last. Mm-hmm. Alleen als je veel hebt, kan je het hebben. Ja. Als je bijna niks hebt, als je aan de onderkant bent van die samenleving, je verdient minimumloon. Of je bent gepensioneerd, dat morgen erg is. Je bent gepensioneerd, je normaal verdient morgen. Daar heb je wel. Voel je het keihard. Die groep, ik heb echt medelijden met die groep. Maar als je daarboven zit en je bent ook een beetje hogere ambtenaar en je zit in management van bedrijfsleven, dan voel je het veel minder. Maar wat denkt u dat bedrijven kunnen doen om dus dan de effecten van de koers een beetje te minimaliseren voor this must I go by? Ja, dus een heleboel bedrijven die het kunnen, die geven natuurlijk compensatie, loonsverhoging aan hun arbeiders, aan hun werknemer. Ja. Maar niet alle bedrijven kunnen dat, want uw bedrijf taboe, natuurlijk, dat weet je ook, want uw bedrijf nog maar horing. Want als je dan paai dan low money, dan moet je wakker gooien. Inderdaad. In taboe, want die nog maar paai dubbel salaris hadden, maar eigenlijk moest Abi voor man onderhouden gezin. Dus ja, tot op zekere hoogte probeer je op te vangen, omdat werkgevers hebben een verplichting om in slechte tijden die mensen tegemoet te komen. Maar ze hebben ook beperkte rek. Ja. En ik denk dat een heleboel bedrijven de rek eruit is. Ja, ja. Die 20% verhoging voor ambtenaren die de regering zal geven, toekennen, zal dat de koers beïnvloeden? Het kan de koers beïnvloeden, afhankelijk van hoe het gefinancierd wordt. Als het uit de samenleving gehaald wordt, wat die minister heeft gezegd. Maar dan kan een gemeenschap op een slag niet zien. Dat je poeren naar het bedrijfsleven, bij de arbeiders die belasting betalen. En dat je praat tegen de ambtenaar.
het is asociaal naar de mensen in de private sector en de ondernemers. Maar het is wel monetair neutraal. Dus dat effect wordt beperkt. Mm-hmm. Maar het negatieve is dat je daardoor dwingt de private sector meer loon te laten betalen. En daardoor minder competitief te zijn. En zo man kan pas een prijs aan. Omdat, ja, wat breder van Oudo, wat raar van Oudo, wat soft van Oudo. Dus het basisbehoefte. Dus aan dat, we have to paying. Dus uiteindelijk naar bevolking, we paaien aan slag. Monetaire financiering ook al? Het mag niet van het IMF. Ja. Dus maar niet opstellen, no? Nee, ik denk dat Mobosa ergens begin volgend jaar, lidwisselverkiezen, dat Mobosa overeenkomt dan ga je. Het loopt af, laat me het zo zeggen. Het loopt ze af. Gaan IMF bedanken. Maar ik hoorde dat ze een tweede zouden... Nee, de Mobosa bedankt IMF, dat hij Mobosa voor van verkiezing, dat hij helemaal wie niet, dat hij maar mee kon jongen. Want we gaan nog weer in een nieuwe recessie. Hangt er vanaf wie komt, hè? Hangt een beetje ervan af, maar ik denk dat ongeacht de economie nog in balans is. Maar dan moeten we echt naar IMF? Nee, je moet wel goed begrijpen waarom IMF moet. IMF moet alleen voor vertrouwen internationaal, omdat die noemen pay de schulden direct. Dus je moet allemaal vertrouwen internationaal. En IMF moet, dat hebben wij al die tijd gedacht, voor de discipline, voor het druk te regering. Je moet geen populistische dingen doen, je moet echte oplossingen brengen. Ja. Maar op dat stuk heeft IMF hartstikke gefaald in Suriname. Want IMF heeft zich opgesteld als een soort schoothondje van de regering. Ja. IMF heeft niet de normale druk op een regering van doe de echte maatregelen. En stop met stelen, stop met al die overbrodige luxe die jullie in de top aan elkaar toebedelen. Mm-hmm. IMF heeft dat niet gedurfd. En daardoor spelen ze eigenlijk de oppositie in de kaart. Ja. Zonder dat IMF dat wilde, want IMF wil eigenlijk deze regering aan de macht houden. Maar ze willen dat? Ja, tuurlijk. Ze zijn vrienden van deze regering. Deze regering is zeer sympathiek naar het Westen toe. Mm-hmm. En het IMF is een bolwerk van de westerse kapitalistische economie. Dus wij horen zogenaamd, wij horen India en China boem. Maar in feite, wij wakken Amerika en Europa. Ja, ik zag de president nog op de foto met de nieuwe premier van Nederland, waar ze dus dan aangeven dat ze dus dan verder gaan met... Ja, maar het is een soort passie de made. Samenwerking waarschijnlijk. Het is een passie van lippendienst aan Suriname bewezen. Nederland heeft Santoki al lang in de steek losgelaten. Als 17 miljoen zou betalen aan ontwikkelingshulp, 60 miljoen van 17 miljoen dat moet gebruiken. Omdat ze dan zo'n corruptie dat we doen aan money. En dan gaan we dan nog aan mijn leven geen Polonaise niet met ons ontwikkelingsgeld. Ja, ja. Dus, moet niet de je uno, maar we besteden aan in voorjaar. Omdat we niet gewoon schrijven naar spelregels. In Nederland, dat hoeft het niet voor ons. Deze dus op deze dus weg doorgaan betekent eigenlijk niks samen doen. Maar met een nieuwe premier? Wat doet Nederland nu met Suriname? Een soort jeepiewekjes voor Holland. No, maar dan een nieuwe premier? Een soort nieuwe premier. Zat de Nolo naar Nederland? Maar staat niks veranderd voor partij die naar regering. Dat is een partij toch? Er zijn partijen in de regering. Wilders, no. Ja, dus oké, dan wordt het nog erger. Hij Wilders nog erger. Nee. Ik verwacht van Nederland niks. Bovendien, een oplossing voor het probleem voor UNO. Mm-hmm. Nou, die aan de Russie. Nou, UNO moest bepalen. Ja. Soort leiders wil ik ook kiezen dadelijk. Mm-hmm. Hoe naar je dat zien? Ik denk dat ik niet uit hem kies. Met de Aitimo. Maar laten we zorgen voor een credible alternatief. En de man af de geweldraam, de man af de professor, maar dat moet wel eerlijk zijn. En zijn ook man, de man moest leggen uit eerlijk. Dat ik broer, mijn man doet die. We gaan even pijn leden. Wij leden mee, we leveren onze dure auto's in, we gaan gewoon een kleine auto rijden. We stoppen de helikopter. We gaan niet naar het buitenland, we doen alles via Zoom. De soort kleine, maar wel belangrijke signalen naar die bevolking. Maar. Ik ben met jullie. Ze gaan een heleboel uitmaken. Nee, maar look nou, wanneer u deze dingen zegt, meneer Ramotar Singh, dan dat je op wat trauma naar heel wat mensen. Weet je waarom ik dat zeg? Bij de verkiezingen van 2020 hebben we precies deze dingen gehoord. Hebben we precies gehoord dat men via Zoom zullen onderhandelen, zal onderhandelen. Hoe heren, om is dat niet? Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we dat niet gezien. En het wat trauma komt, maar kijk, dat ik kan mooi van je wanneer ik kan, zo eerlijk. Vertrouwen ze toch niet. Trauma dikbaar, okay. Je vertrouwt ze niet meer. Ja, maar uiteindelijk gaan we toch, leiders moeten kiezen. Dus ook al hebben we trauma, je gaat leiders moeten kiezen. En
Amor het doen zoals hij kan doen. Nou, wie verteert me, ik heb trauma, dus ga ik weer op diezelfde mensen stemmen. Ik heb dat niet gezegd, maar weet ik. Of ik ga stemmen op die ander die ook niet deugde daarvoor. Dat werkelijk jou aan trauma. Maar een trauma, amor. Nou, ernstig ziekie. Ai, maar tenminste moet er een alternatief zijn en dat mist. Okay, daar moet aan gewerkt worden. Ik blijf signalen uitgeven aan mijn vrienden die in de andere partijen zitten. Ja. Het wordt, ze zeggen allemaal dat ze ermee bezig zijn. Maar ik moet het nog zien. En het moet een geloofwaardig alternatief zijn. Waarbij er een minimumprogramma komt. Een eerlijk minimumprogramma. Geen enkele belofte van ieder kind krijgt bij de geboorte zoveel. Of iedereen mag een eigen vuurwapen hebben. Alle dat soort lauw sani. Ja toch, die uitdrukking ken je nog wel. Lauw sani. Al dat soort grappen horen niet thuis in de politiek. Die doen we onder de borrel of zo. Maar naar het volk moet je eerlijke voorlichting geven. Zodat die mensen weten wat er te wachten staat. Lijkt een politieke vraag, maar al deze boys die willen zeggen van, hey, die moeten het veld ruimen. Allemaal geven aan dat ze sterk terugkomen. Even volk aan de man, dan komen ze sterk terug, ja. Dus... Maar je ziet ook hun aanhang is enorm. Ja, dus de vraag is het overtuiging of is het gekochte aanhang? Overtuigen of gekocht? Adé, aanhang, nee. Achterban, nee. Maar laten we hopen dat die mensen, ook die mensen die kleuren truien aantrekken, dat die mensen hun verstand gebruiken wanneer het er echt op aankomt. Dat ze naar het echte belang kijken. Niet naar het moment dat ieder mij paai me, of dat mij zet me grondje me, of dat mij zet me baso karta jimmy. Niet daarnaar kijken, maar wat is goed voor dit land. Ja. En dat je met leugens een land niet kan regeren. Dat hebben we nog al zo vaak gemerkt. Ja. Maakt u je zorgen over de komende periode? Ja. Nee, maar je moet niet denken dat ik er wakker van lig. Dat bedoel ik niet. Mm-hmm. Wat ik wel bedoel is, ik zie nog niet die grote vooruitgang die dit land wel heeft aan potentie. Yeah. Was oil and gas money of de bogo? Als je een boom bestuurders, dan moet je op bos, het geld gaat langs onze neus voorbij gaan. Dat hebben zoveel andere landen al bewezen. Dus je hebt goede bestuurders nodig om dat geld goed te besteden. Om het geld te stoppen in lange termijn verbetering van je onderwijs, je gezondheidszorg en je infrastructuur. De man is zo, ik zie het in andere landen en het volk merkt er geen verbetering van. Ja, tot slot, wat geeft u mee? No las bribi, en met name aan de alternatieve mensen in de politiek. De dringende oproep om je te bundelen op basis van een minimumprogramma. En om te zoeken, is maar zijn lobby of is maar zijn de eerste naar YouTube alle punten. We moeten het een minimumprogramma maken. Mm-hmm. Van over deze 10 punten zijn we het eens, dit gaan we uitvoeren. En daarna zullen we wel weer kijken. Iedereen heeft zijn eigen stokpaardjes. Maar de 10 staan die zien, over eens. Ja. Dat we doen. De trassen voorlopig hoe nooit doen. Bijvoorbeeld, we gaan beginnen met een vrijwillige afvloeiing van het ambtenarenapparaat. We gaan beginnen met een programma van privatisering. We gaan een aantal basisdingen waarvan iedereen weet dat je van nood doet. En iedereen weet dat als je het kundig doet, dat het voordelen gaat brengen. Dat is mijn boodschap. Dankjewel, meneer Ramo Tarsin. Ja, en zo hebben wij gesproken met econoom Ramo Tarsin in deze aflevering. We hebben gesproken over de wisselkoers, de douanekoers, de effecten daarvan, de oorzaken daarvan, ook de oplossingen. En daarnet ook over de verkiezingen. Wij bedanken u voor het willen kijken. We zijn er later weer met meer nieuws op DTV, waar televisie kijken anders is. Gerald Harderwijk is de naam, Roberto Ormskerk. Tot later.